Yes, dames en heren, leuk dat jullie kijken naar Word on the Streets. Ik ben Refu. En ik ben Abdul Bangoura, toekomstige co-host van Word on the Streets. Yes, vandaag zijn we in Tilburg om mensen te vragen wat ze van Champions League gaan verwachten. Vanaf 13 februari begint het natuurlijk de knockout fase van Champions League. Abdul, PSG en Real Madrid, wat verwacht je? Sowieso Real Madrid, man. Ik ben een diehard Real Madrid fan. Ronaldo all day, dus ik denk gewoon Real Madrid gaat hem pakken, man. Ook al zijn we minder in vorm trouwens, moet ik toegeven. Maar we pakken hem alsnog, sowieso. Nee, en wie denk jij dan? Ik zeg je eerlijk, ik ben een Barca fan, maar omdat ik een Barca fan moet ik ook echt realistisch blijven. PSG is gewoon in vorm. Neymar, Mbappé, Cavani, hun pakken die sowieso, denk ik. Dus laten we gewoon gaan kijken wat Tilburg van vindt, dames en heren. Let's go, ik heb er zin in, man. Als wat ben je verkleed, man? Hey, laten we daar maar eens even mee beginnen. Ik ben dood. Je bent dood? Ja, hartstikke dood. Oh, je bent een lijk? Zoiets. Oké, okay. Dan zie je er wel goed uit van lijk. Beetje bleek dus. Oké, vandaag, deze week staat in het teken van voetbal, Champions League natuurlijk. En ja. Ik heb een paar vragen daarover. De eerste vraag is, wie vind jij beter? Cristiano Ronaldo of Neymar? Lastige vraag. Ik zou zeggen Neymar. Neymar. Waarom als ik vraag maar? Real Madrid is niet in vorm. Ik zei... Wat? Nee, bro. Oké. Okay. Ik zei, wie vind jij beter? Real Madrid, Neymar ja, of wel. Cristiano Ronaldo? Ja, jij zegt... Jawel, maar jij zegt gelijk... Oké. Ik vind Cristiano Ronaldo een betere voetballer. Ja, en waarom? Ik denk dat hij wat completer is. Compleet. Hij is wel wat... Dit seizoen wat minder in vorm. En Neymar is wat beter in vorm. Ja, oké. Okay. Dus, maar over het algemeen vind je gewoon... Ik vind Ronaldo een betere voetballer. Neymar, en waarom? Hij is fucking lekker. Hij is fucking lekker. Ja. Yeah. En daarom vind je hem beter? Ja. Yeah. Cristiano. En waarom? Omdat hij altijd heel goed trucjes doet. Hij is heel goed met trucjes, hè? Ja, dat vind ik ook. Ronaldo, man. En waarom? Ik vind hem gewoon een goede speler. Neymar sowieso. Neymar. Neymar, man. Wow, alle drie Neymar. Niemand Cristiano Ronaldo. Verrassend, waarom? Waarom vind jij Neymar beter? Ja, Neymar is gewoon een technischer speler. Hij speelt beter. Ja, Ronaldo maakt wel records en zo. Maar jij vindt Neymar dus technischer dan Cristiano Ronaldo? Ja, zeker. Oké, dat kan. En jij? Ronaldo is arrogant. Ik hou daar niet van. Dus jij vindt Ronaldo arrogant en daarom vind jij Neymar beter eigenlijk? Neymar is ook algemeen beter, vind ik. Hij heeft veel meer bereikt op zijn leeftijd dan Cristiano heeft gedaan. Oké, interessant. En jij, waarom vind jij dat Neymar beter is? Ja, Ronaldo is oud en hij maakt niet meer zoveel goals. Ronaldo, waarom? Ja, Ronaldo speelt ook veel langer. En ik denk dat Neymar ooit wel beter wordt, maar voor nu Ronaldo. Voor nu vind jij Ronaldo, want hij speelt langer. Of heb je nog andere... Hij heeft meer ervaring. Hij heeft meer ervaring. Oké, en deze week staat natuurlijk in het teken van Champions League. En deze week kraker is Real Madrid tegen PSG. Wie denk je dat dat wedstrijd gaat winnen? Ik denk Real Madrid, maar ik hoop PSG. Je denkt Real Madrid, maar je hoopt PSG. Maar je weet wel dat Real Madrid niet echt in topvorm is deze tijd. Klopt, maar toch, Champions League zijn ze meestal wel sterk. Dus, Okay, dus je denkt Ronaldo kan nog wel even iets eruit gooien om alsnog te winnen? Ik denk PSG, man. Ja? Dit jaar PSG. Jij? Ja, ik cool. Oké, en waarom PSG? In de laatste tijden gaan ze wel goed, denk ik, man. Ik denk, ook ondanks dat ze minder goed in vorm zijn, dat Real toch gaat winnen. Ja, Real? Ja. Want PSG is wel in vorm en ze hebben echt Mbappé, Cavani zijn allemaal, ja natuurlijk Neymar, ze zijn allemaal in bloedvorm. Maar toch denk je dat Real Madrid het gaat pakken? Ik denk het wel. Ja. Oké. Okay. Jij... Paris gaat pakken. Paris. Ja, dat geef ik ook wel toe. Ja, tuurlijk. Waarom dan? Omdat het Real uit vorm is. Real is uit vorm, daar ben ik mee eens, maar ze hebben nog altijd Ronaldo en die kan altijd verschil maken. Ja, denk je niet dat ze hem alsnog kunnen pakken? Ja, dat is zeker waar, man. Maar ik denk gewoon dat Paris nog wel over de klasse beschikt om dat gewoon af te maken. Oké, dat klopt. Wat vind jij? Zeker over de klasse beschikt. Ja, maar jij zit gewoon helemaal niet. Ik was een paar weken geleden was ik naar Madrid en toen waren we naar voetbalwedstrijd van Madrid en dat was, ja, weet je, gewoon fucking slecht. Dat was die wedstrijd tegen... Ja, oké, in ieder geval, Real Madrid is. Real Madrid is uit vorm, dat klopt. Ja, maar. PSG gaat winnen. Ik denk Real Madrid. Real Madrid? Oké, en waarom denken jullie dat PSG gaat winnen? Ja, PSG heeft Neymar gehaald met de reden. Dus ja, ik denk ze willen echt prijzen pakken dit seizoen, verliezen niks bijna. Ze gaan sowieso voor de Champions League, denk ik. Ja, dat klopt wel. PSG is echt in vorm deze dagen. En waarom denk jij dat PSG gaat winnen? PSG is veel beter dan Real op dit moment. Real speelt kapot slecht in competitie. Ja, dus ja.
Maar jij denkt Ronaldo. Ja. Dat is tegenstrijdig ten opzichte van hun mening. Waarom denk jij dat? Ik denk gewoon, ja, Real Madrid, die scoren altijd veel in de laatste minuten. Dus ja. Dus jij denkt, ook al is Ronaldo oud, hij kan nog steeds wel die zorgen dat Real Madrid wint. Ja. Hij kan er nog steeds. Real Madrid. Maar dat speelt geen Neymar, hè? Maakt niet uit. Maar toch denk je dat Real Madrid... Waarom? Gewoon, ze zijn goed. Ze zijn goed. Paris met die. Neymar, Djoko. Ja, Djoko. Wallah, Neymar. Je weet toch? Is gewoon. Die gaat zien, is gewoon. Kijk, Ronaldo is ook goed, maar je weet toch? Ja. Je ziet hem ook goed, maar ja, sowieso, goed, hij is sowieso. Hij heeft heel veel bereikt. Over een jaartje is challen, je weet toch? Maar op dit moment, dan vind je nog steeds... Neymar gaat sowieso winnen, bro. Neymar. Paris. Okay. En de laatste vraag, wie wint de Champions League? Wie? Ik zeg eerlijk, Barcelona. Barcelona. Barcelona, wallah, Messi, bro. Bro, Messi. Oké. Messi, wallah, alleen Messi, hey, toch? Barça. Ja. Waarom zeg je dan met een beetje een twijfel? Ik weet niet. Waarom zeg je dan Barça überhaupt? Of dat gewoon, dat komt als eerste me op. Oké. Beşiktaş, man, sowieso. Wat een Turkse team is, zeker. Ja, sowieso, man. Is het goed, jij? Ja, sowieso wel Beşiktaş, maat. Sowieso. Jij altijd nummer 1, jongen. Ja, maat. Geweet. Dat zou best wel eens de winnaar van deze pot kunnen zijn. Ja, dus de winnaar tussen PSG en Real Madrid gaat winnen de finale. Oh. Oké. Ook Real Madrid. Ook Real Madrid? Ja. Oké. Ja. En waarom? Gewoon, ik weet niet. Real Madrid is gewoon sterk. Vooral Champions League, echt altijd sterk. En sowieso gaan ze winnen. Paris. Dus jij denkt Paris verslaat Real Madrid en daarna pakken ze ook nog de Champions League? Ja. Oké. En jij? Paris ook. Want hij zegt Paris. Oh ja, tuurlijk. Paris. Duidelijk. PSG kan wel, man, denk ik. Ja, wel. PSG? Ja. Jij? Barça. En jij? Barça, man. Barça. Oké. Duidelijk. Bedankt, boys.